We zoeken een nieuwe burgemeester. Raadsleden gaan tussen 5 en 24 april op verschillende plaatsen in de gemeente inwoners zelf vragen welke eigenschappen zij graag zien bij de nieuwe burgemeester. Waaronder op 16 april tijdens de weekmarkt in Wijk en Aalburg. Eind mei moeten we een profiel aanleveren bij de commissaris van de Koning. Dan wordt er een sollicitatie gestart. Nou goed, en dan weten we en dan vragen we aan de mensen nou, welke eigenschappen zou je dan graag terugzien in die burgemeester. Wat je het meeste hoort is mensenmens, moet ja, vriendelijk zijn. Kunnen luisteren, dat is ook een belangrijk punt. U had net een paar goede eigenschappen voor de nieuwe burgemeester voor op het bord. Ja, ik hoop het. Want wat heeft u opgeschreven? Een mensenmens, zeggen wij hier in de volksmond. En dat hij zichtbaar is onder mensen. Dat hij eens naar een uitvoering gaat van een game. Dus een keer naar een voetbalwedstrijd, van de brassband of zulke dingen. Dat hij zichtbaar is. Ik vind die opmerking goed kunnen luisteren. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Want als hij dat kan, dan kan hij ook zeg maar daarop reageren. En dat hij goed weet wat de mensen bedoelen als ze iets aankaarten bij hem. Moet het dan ook iemand zijn die een beetje op oud-burgemeester Natrop lijkt? Nee, dat hoeft voor mij niet, maar dat was ook een gezellig mens, dat wel. Ik zeg altijd liever een goede van een andere partij dan een slechte van mijn eigen partij. Dus partijpolitiek is wat minder van belang. Maar goed, we hebben een ambitie en we willen een nieuwe werkvorm in de nieuwe gemeente. Ja, dat vind ik wel belangrijk dat hij daar ook mee aan de slag gaat. Ja, en dicht tussen de mensen moet gewoon ook iemand van ons allemaal zijn. Ja goed, dat waren we hier gewend. Dat zien we denk ik ook graag weer terug. En als het aan u legt, een man, een vrouw, iemand met veel bestuurlijke ervaring? Man of vrouw maakt mij in principe niks uit. Het zou misschien voor Altena wel leuk zijn om een keer een vrouw als burgemeester te hebben. Zeker de eerste periode. Dat lijkt me wel aardig. Maar goed, verder, in principe maakt dat niks uit natuurlijk. De kwaliteiten zijn belangrijker.